Denk je nou echt dat ik hierover lieg? Dat denk ik, ja. Oké. Oh ja, in dat geval zijn jij en Nick hartstikke leuk bij elkaar. Dat vind ik ook. Ja. Stilletje huichelaars jullie. En nou oprotten. Ga me snel tegen Emilio vertellen wat een ontzettende trut ik ben. Dat weet hij al hoor. Meisjes, iemand thee? Sjors, die gaat. Sjors, wat is er? Sjors krijgt de zin niet. En dan gaat ze janken. Dan krijgt ze medelijden. Waar gaat het in vredesnaam over? Sjors, jij bent hier de trut. Je bent zo dom bezig. Gaat toch niet weer over Nick, hè? Sjors. Dat is jouw probleem, dat dus jezelf maar op. Het was jouw idee om het zo te doen. Ik heb alleen maar gezegd wie je moest hebben. Ik heb hier geen tijd voor. Regel het. Wie was dat? Pardon? Ja, wie had je aan de telefoon? Waarom wil je dat weten? Ging dat over Stefano? Waar zit hij? Jasmin, alsjeblieft. Ja, ik heb hem nog steeds niet gesproken. Hij heeft me nog steeds niet gebeld. Dit was de accountant. Ik heb hem gevraagd om nogmaals naar de kwartaalcijfers te kijken. Mag dat van je? En ik heb je gezegd wie je moest hebben. Waar ging dat dan over? Dat gaat over de man van de belastingen, die de hele tijd hierover ontzettend vervelende vragen stelt. Als ik Stefano zou hebben, had ik er al lang gebruik van gemaakt. Dan had ik Ludo toch een briefje gestuurd met erop de vraag of hij al zijn bezittingen bij mij wil inleveren. En wie zegt dat je dat nog niet hebt gedaan dan? Weet je wat? Vraag het hem zelf. En als je er dan toch bent, vraag meteen waar Stefano is. Tessa! Tessa! Ja, wat hij maar wil. Eten, drinken, zorg dat hem absoluut aan niks ontbreekt. En zet ook een dvd-speler op neer. Oké, ik zal wat films voor hem laten halen. Goed. Is dat Ludo? Heeft die telefoon eens hier? Ik wil hem nu spreken. Hij wil heel graag met u spreken. Geef hem maar even. Doe maar, Jim. Ja, zou je nou films voor me laten halen, joh? Zorg dat je Escape from Alcatraz meeneemt. Hoe is het met je? Ja, wat denk je? Ik wil je zo snel mogelijk weg. Ik zit hier in dat stinkhol omdat jij een probleem hebt. Nou, als je goed had geluisterd, dan had je begrepen dat je ook een probleem hebt. Eén ding. Ik ben blij dat je veilig bent. Als ik hier vrij ben, dan loop ik meteen door naar de politie. Nou, dat lijkt me niet het argument om je meteen te laten gaan. Dit is iemand van de politie die meneer Sanders wil spreken. Meneer Sanders? Ja, moment. Er is iemand van de politie die wil graag even spreken. Ik spreek je nog. Nee, helemaal niet. Leuk een eigen bedrijf, maar sommige klanten. Spijt me dat ik u lastig moet vallen. Dat is geen probleem. Gaat u zitten. Wat kan ik voor u doen? We werden nogmaals gebeld door mevrouw Elschot. Uw ex-vrouw? Ja, klopt. Ik vraag mij af of u wellicht weet waar uw zoon is. Uw broer, bedoel ik. Stefano Sanders. Sorry. Nee, is geen probleem. Ik vind het zelf soms ook nog een beetje verwarrend. Nee, als ik zou weten waar die was, dan had ik mijn ex-vrouw dat natuurlijk verteld. De hele situatie verontrust u niet? Nou, ik heb hem zelf geprobeerd te bereiken nog, maar... Nee, nog niet. Ik denk eerlijk gezegd dat hij voor zaken in het buitenland zit. Ik heb begrepen dat hij handelt in kunst. Ja, vorig jaar zat hij een maand in New York. Dat vertelde mevrouw Elschot ook. Maar daar wist iedereen van. Nu is er niemand die weet waar die is. En dat maakt hij me ongerust. Dat is niet de bedoeling. We zullen voor de zekerheid in de gaten houden of zijn naam opduikt in ziekenhuisbestanden en dergelijke. Ja, graag. Wat moet u doen om die monteur erin te krijgen? He, smeergeld betalen, snoepjes uitdelen, betere koffie schenken? Zal ik maar een ander bedrijf bellen? Jeff, ik heb trouwens de jongens van de Tijgers gesproken. We pitchen de eerste ideeën voor die commercial over 2 weken. Hallo, Jeff. Ja. Spreek ik Chinees? Barbara. Ja, met mij. Hoi. Weet je iets? Niks. Niet te geloven. Hoe lang duurt het om 2 scans te vergelijken met elkaar? Schat, weet je hoeveel patiënten die man in zijn wachtkamer heeft zitten? Ik was al lang blij dat we zo snel terecht konden. Oké, sorry. Bel je mij zodra je iets weet? Ja. Oké, dag. Nog niks? Dit is toch belachelijk. Ze is net terug uit het ziekenhuis, ja? Zo gek is dat niet. Jeff is nog nerveuzer over die uitslag dan jij.
was het nou met George? Kun je straks een nieuwe zak meenemen? Ze zijn op. Oh, en een zak Engelse drop. Als patiënt ben je toch overgeleverd aan de grillen van zo'n arts? Hé, hey, ho, 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 Jeff, je overdrijft. Hé, hey, wacht nou maar rustig af. Ze bellen Charlie heus wel. Hé, zei ze nog wat over Shores? Over Shores? Ja, of ze iets tegen haar gezegd had over Nick? Helemaal niks, oké? Het is alleen maar gezeur. Ze was compleet over de toer. Het ging dus over Nick. Ik heb geen zin om het hierover te hebben. Charlie? Wat nou, Charlie? Ze gunt het me gewoon niet. Die Nick, dat is toch een ontzettende zak. Wat valt er verder over te zeggen? Ja, met Albert. Mag ik dokter Verhoeven van u? Nou, dan piept u hem toch op. Eerst pakt zij Milan van af en nu probeert ze bij Nick. Ze is knettergek, dat kind. Ik denk dat het tussen George en Nick wel een beetje anders ligt. Ik weet hoe jij over hem denkt, ja. Ik ga naar mijn kamer. Schat, het is voor haar een heel gevoelig onderwerp. Dat begrijp je toch wel? Ik ben toch niet achterlijk? Ik heb gewoon geen zin om iedere keer verantwoording af te moeten leggen. En vooral niet tegenover George. Dat vraagt ook helemaal niemand van je. Maar je hoeft niet zo onaardig tegen haar te doen. Ik doe niet onaardig. Zij doet onaardig. Zij begint toch weer over die nacht met Nick. Wat een lul het was en hoe vreselijk het allemaal was. Dat was het natuurlijk ook. Voor haar, ja. Dat zegt zij. Zij wilde met hem naar bed en heeft ze spijt van gekregen. Nu gaat ze een of ander idioot verhaal bedenken. Zegt Nick, ja. Ik weet dat jij hem niet wil geloven. Jij luistert toch niet naar zijkant van het verhaal. Dit heeft absoluut geen zin in het gesprek. Jonge dame, dat jij Nick wenst te geloven is één ding. Maar dan hoef je nog niet je uiterste best te doen om George te kwetsen. En zelfs als wat jij zegt waar is, dan heeft ze het moeilijk genoeg. Waar is papa? Papa is een paar nachtjes weg, dat weet je toch? Hm? Waar? Hoeveel magisch? Mijn god, zeg, wat ben je laat? Ik heb een redactievergadering. Ik heb je al 3 sms'jes gestuurd. Ja, sorry. Ja, je weet toch dat ik op je zit? Waar ben je geweest? Met Charlie. Maar lieverd, je kan toch niet zomaar uren bij Charlie gaan zitten terwijl je hier bij Lucas moet zijn? Wat is er? Maar jij moet naar de redactie zitten. Hè? Ze gelooft het niet. Nee, over Nick en mij. Ik heb het verzonnen. Dus. Misschien probeert ze een verklaring voor zichzelf te zoeken waarom ze hem nou zo leuk vindt. En dat kan natuurlijk niet. Dus... Ja, nou ja, ik wil haar alleen maar helpen. Maar dit slaat helemaal nergens op. Dat weet Charlie ook. En ik snap er ook niks van. Jullie waren toch vriendinnen? Ja, we waren. Ja, weet ze dat ook weer? Nou, Lucas, wij samen deze puzzels even afmaken. Even kijken. Steve, nou, die zal ook het thuisfront moeten bellen om te vertellen dat hij op vakantie is of weet ik wat met wat voor smoes. Ja, als we hem zover weten te krijgen. Ja. Te veel mensen gaan vragen stellen. En iedere dag die de politie heeft om onderzoek te doen, dat ja, maakt dat hem... weet ik ook wel, natuurlijk. Als jij er nou voor had gezorgd dat Janine niet meteen naar de politie was gegaan. Wat gaan we doen? We? Uh-huh. Ik ga nu proberen een meerderheidsbelang in Merenpark te krijgen, zodat we dat schilderij kunnen teruggeven. En zodat Steven ook... Ah, Gerard. Met Sanders. Ja, ik wil graag op zeer korte termijn even een afspraak met je maken. Nee, nee, nee. Ik wil je een voorstel doen. Luister, hoezeer ben jij gehecht aan je aandelen MP? Ja, nou, luister, weet je wat we doen? We gaan vanavond gewoon ouderwets even een balletje slaan en dan hebben we het even al. Ja, en morgen? Ik weet zeker dat ik een heel goed voorstel heb. Denk er gewoon eventjes over na. Doe er goed aan, Carla. Sorry, meneer. Ik kon het echt niet tegenhouden. Goed, Rosa. Kom je door? Heb jij Steven nou nog gesproken? Nee. Ja, hij is al een paar dagen weg. En hij laat niks van zich horen. Je lijkt niet erg verbaasd. Ten eerste, het is u voor jou. Ten tweede ben ik jou helemaal geen verantwoording schuldig. En ten derde ben ik zelf ook op zoek naar Steven. Oh, hoe dan? Pardon? Ja, wat doe je eraan om hem te vinden? Waar zoek je? Wat zei ik nou? Het is u voor jou. En dit zijn geen zaken die jou iets aangaan. Het is mijn vriend, oké? Ja, die het blijkbaar niet nodig vond om jou te vertellen waar hij naartoe ging. Jij weet waar hij zit, hè? Nee. Zou je zo goed willen zijn om het meisje Fuentes naar de voordeur te begeleiden? We zijn uitgepraat. Stefano vertelde me dat jij hem weg wilde hebben. Op vakantie of zoiets? Jasmin. Waar ging dat over? Nee. Alsjeblieft, oké? Okay? Ik maak me ongerust. Jasmin, geef mij. Als jij hier iets mee te maken hebt...
Hey, omdat Charlie nu iets in de benen voelt, mag ze opeens zeggen dat George niet verkracht is. Nou, sorry hoor, maar ik zie het verband niet. Ze is nerveus over de afloop, ja? Daarom zegt ze dingen die ze niet meent. Ja, en ze gaat om met die hufter. Ik weet niet meer wat ik tegen haar moet zeggen. Ze is zo obstinaat. Ik begrijp het gewoon niet. Echt niet. Als ze die uitslag heeft, dan draait ze wel bij. Hey. Hey. Ik kwam even sorry zeggen. Nou, sorry dus. Ik deed heel erg lullig en ik weet ook dat het voor jou mee extra moeilijk is. Ik vind het gewoon irritant dat we ook geen vriendinnen meer zijn. Ik snap gewoon niet dat we die mannen ertussen hebben laten komen. Dat is toch stom? Dat zijn ze toch helemaal niet waard? Nee. Kijk, ik heb maanden achter Milan aangelopen in de hoop dat hij weer van me zou gaan houden. Maar dat was gewoon allemaal wanhopig. En datzelfde dat jij met Nick naar bed bent gegaan, terwijl je dat eigenlijk ook helemaal ik niet wilde. Ik ben niet met Nick naar bed gegaan. Oké. Laten we daar niet weer over beginnen, oké? We hebben het al lang over gehad. Wist je bijvoorbeeld dat mijn eerste keer echt verschrikkelijk was? Ja, ik had er ook zoveel van voorgesteld, dus het viel zo enorm tegen. Ik had zoiets van, nou, als dit de eerste keer is, dan hoeft het voor mij niet meer. Maar ik kan je verzekeren, het wordt alleen maar leuker. Ja. Je hebt iets gedaan waar je spijt van hebt. En nu probeer jij iemand te vinden wie je het kwalijk kunt nemen, maar dat slaat helemaal nergens op. Als je heel eerlijk bent, dan weet je dat er maar één persoon is die het kwalijk kunt nemen, dat ben je zelf. Wil je alsjeblieft weggaan, Charlie? Ik heb hier geen zin in. Ik ben alleen maar heel eerlijk. Wil je alsjeblieft weggaan? Weet je wat het met jou is? Jij bent helemaal niet zo lief en onschuldig als iedereen denkt dat je bent. Je bent eigenlijk een super egoïstische trut. En niet echt de hele wereld om jou draait, hè? Weet je wie er ook last van hebben? Kinderen van 6. Grow up, George! Wat jij gaat doen, ga lekker een potje zitten janken. Zie het. Oh! Hey, Bolle. Ik wil melk. Nu. Je zou toch naar me moeten luisteren, jongen. Anders wordt je baas boos. Ah, we hadden het net over je. Jim heeft er genoeg van om de butler uit te hangen. Hij stelt voor dat we een einde gaan maken aan deze façade. Ik ben het helemaal met hem eens. Hoe is het met je? Alsjeblieft, om met de bezorgde boer uit te hangen. Je hebt me ontvoerd, weet je nog? Ja, wat mij betreft hoeft het ook niet zo lang te duren. Nee, sterker nog, het is nu afgelopen. Ik wil weg, nu. Als het kan. Het kan, nu. Laat die aap die deur open doen, ik ben weg. Ik denk nog even na, man. Zodra je daar buiten bent, heb je misschien nog een paar uur, maar dan ben je er gedaan. Wat is dat voor bullshit, man? Ik loop al maanden buiten rond. Er is helemaal niks aan de hand. Oké, ga maar. Ga dan, als je zo goed weet. Ga naar buiten, laat jezelf afknallen. Wat wil je nou dat ik zeg? Wat wil je nou? Dat ik tegen je zeg bedankt, Ludo? Bedankt dat je me in dat stinkhol hebt laten opnemen? Nee, maar je kunt me ook helpen. Ik zit tot hier in de shit. Ik probeer je te beschermen. Het enige wat je doet is me tegenwerken. Het spijt me, ik heb helemaal geen medelijden met je. Dat hoeft ook niet. Ik wil ook dat je hier zo snel mogelijk vandaan bent, geloof me. Ja? Dus? Dus denk met me mee. Probeer er met mij achter te komen wie de ellende veroorzaakt. Wie het schilderij heeft, wie de eigenaar is die ons bedreigt. Ach, zo'n redactievergadering. Tere journalistenzieltjes die bij het minst of geringst op hun teentjes getrapt zijn. Gek worden van, laat ze liever goede stukken afleveren. De hoofdredactrice kan niet zo goed tegen kritiek. Ik kan juist ontzettend goed tegen kritiek, maar het moet wel ergens op slaan. Want anders is het gewoon zonde van mijn tijd. Ga jij eens even heel gauw thee zetten in plaats van mij zo ongegeneerd staan uit te lachen? Ja, ik sta jou aan het uit te lachen. Oh, ik zou niet durven. Oké. Nee, ik kan geen thee voor je gaan zetten, want ik moet hier naar mijn werk. Ik kwam eigenlijk alleen maar even checken of mijn gestreste vriendin de vergadering had overleefd. Nou, nee, dus... Oh. Is de politie al bij Ludo geweest? Ja. En? Ja, niks. Ludo zei niet te weten waar Stefan zit. Geloof jij hem? Jij niet. Ik weet het niet. Oké, ik hou hem in de gaten. Yes?
Nee. George, bezoek! Hey, Morris. Daar ga ik echt vandoor. En dan kom ik vanavond wel terug als jij bent afgekoeld. Of niet? Afgekoeld? Volgens mij weet jij niet wat je zegt. Volgens mij weet jij absoluut. Hey. Hey. Ik wou alleen even zeggen dat... Als ik had geweten dat Charlie zo zou reageren, dan... Het is oké. Okay. Zoek hem maar uit. Oké. Okay. Nou ja, ze komt er nog wel achter hoe die is, toch? Wil je thee? Ook. Wat denk jij? Ik denk dat we haar moeten voorbereiden op een negatieve uitslag. Ja, maar wat denk jij? Heel eerlijk? Ja. Nou, ik denk dat het niet kan. Ik denk dat het een soort... Ja, hoe heet zoiets? Een spasme geweest is. Hè? Een ongecontroleerde spierbeweging. Mm-hmm. Ze heeft ook pijn gevoeld. Ja. Jij denkt dat het zich verbeeldt. Ik weet het niet. Zeg het maar. Wat liever? Doe toch niet zo schijnheilig. Nou, wij hadden het ook... Laat me raden, Nick. Oh, Bar, wat verschrikkelijk dat ze met die jongen omgaat. Jij, Jeff, dat uitgerekend mijn dochter met zo'n engert moet omgaan. Oh, wat ze allemaal tegen die lieve George zei. Nou, daar hadden we het dus niet over. Waarom bemoeien jullie het een keer met je eigen zaken? Zo goed gaat het ook weer niet tussen jullie. Nou, dit zijn mijn zaken. In dit huis worden geen verkrachters verdedigd. Dat is hij niet. Jullie luisteren alleen maar naar één verhaal. Je moet hem eens aanhoren. En daar hadden jullie het dus wel over. Schat, ik vind het inderdaad een engert. En ik wou dat ik je kon verbieden om hem te zien. Maar helaas. Heel lekker als je moeder zo over je vriendje praat. Dat doe ik bij jou toch ook niet? Ik ga toch ook niet zeggen dat jij van Engert vindt, terwijl ik dat wel zo vind? Doe jij de deur open, Engert? Iedereen hier heeft zijn mening al klaar. Eens een verkrachter, altijd een verkrachter. Oh, nou, dus je geeft het toe. Ga je me nou mijn woorden pakken? Heel flauw. Ik ga naar mijn kamer. Ik heb de uitslag van de scan. Ludo heeft hem. Ik zag het aan die vuile rotkop van hem. Heel goed dat je alles eerst zelf wil onderzoeken... in plaats van gewoon mij op mijn woord te geloven. Erg lollig. Laten we ons liever druk maken over waar die nu zit. Ik doe niet anders de hele dag. Oké, sorry, het spijt me. Ik had je meteen moeten vertrouwen. Bla, 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 bla. Hoe zit het met het huis in de Ardennen? Daar is die niet. Nou, misschien moeten we dat nog een keer checken. Wacht nou maar tot Stefano je belt. Denk je nou echt dat Ludo dat toelaat? Hij zal wel moeten. Als Stefano zoek blijft, dan wordt hij als vermist opgegeven. Gaat de politie hem zoeken en dat is het laatste wat Ludo wil. Oké. Okay. Dus als hij belt, dan komen we er wel achter waar hij zit. Eigenlijk interesseert me dat niet echt. Wat zijn ze van plan? Weten ze iets? Daar gaat het om. Ze zijn helemaal niets van plan. Waarom denk je dat Ludo Stefano heeft moeten ontvoeren? Omdat die twee zo'n geweldige relatie hebben? Hij haat die man. Echt. Misschien nog wel meer dan jij en ik samen. Ik heb nog 31% van de aandelen nodig om een meerderheidsbelang in Merenpark te krijgen. En als me dat lukt, dan kan ik alles doen wat die maloten van me willen. Lekker naïef. Hoe denk je aan die aandelen te komen? Nou, een deel van die aandeelhouders wil wel van zijn aandelen af. Vooral na al die slechte publiciteit de laatste tijd. Alleen ze willen heel veel geld zien. En dat heb jij? Het is noods verkoop ik een deel van mijn kunstcollectie. Ja, jongen. Als dit niet een echt ernstige situatie was, dan zat je ook niet hier. Nou goed, je koopt die aandelen. En dan? Dan doe je alles wat die idioten willen. Je krijgt de schilderij terug, geef het terug aan de eigenaar. Je krijgt 3 zoenen en we leven er nog lang en gelukkig. Nee, je hebt geen enkele garantie, man. Nee, maar als ik niks doe, dan loop ik helemaal een groot risico. En jij en Nina en God weet... Oh, je doet het voor ons. Je doet het niet voor dat schilderij dat je nooit had moeten huren, maar voor ons. Ik maak me zorgen om jullie. Wat denk je nou? Je laat jou als een mak lam naar de slagbank leiden. Ik doe wat die mensen willen. En ondertussen probeer ik erachter te komen wie het zijn. Nou, in elk geval geen milieuorganisatie. Ik heb nog nooit gehoord van geitenwolle sokken tofu-vreters die een schilderij van 100 miljoen gaan jatten. Precies. Dus probeer ik uit te vinden wie het wel zijn. Nou, en veel dat lukt succes. Ontzettend slecht. Als ik daar al mijn energie moet verspillen om jou een beetje kalm te houden. Hoe eerder we iets weten, hoe sneller jij hier weg kan. We? Denk met me mee. Doe mij, nee, doe vooral jezelf een grote lol. Stop met je gezeur. Ik heb weinig keuze. Je enthousiasme is hartverwarmend.
Ik wilde het je niet aandoen om je weer helemaal naar het ziekenhuis te laten komen. En van je vader begreep ik dat jij geen minuut langer kunt wachten. Wat natuurlijk logisch is. Laat me die foto maar zien. Dit is de scan van je rug. Van je nek naar beneden tot aan je stuitje. Mm-hmm. En hier zie je de zenuwen lopen. Nou, bij mensen die hun benen niet kunnen bewegen, zit er hier een breuk of hier. Mm-hmm. Ik zie helemaal niks. Nee, ik ook niet. Alles is prima in orde, Charlie. Met jouw zenuwen is er niks aan de hand. Met andere woorden, jij bent niet verlamd. Er voelt steeds niks van als ik laat horen. En Ludo? Weet hij ook van niks? En elke keer als de telefoon gaat, dan denk je, nou, zie je, dan zou je het hebben. Ze hebben hem ergens gevonden, dood in een greppel of zo. Ik ga even koffie halen, ja? Wat? Je gaat hier toch niet serieus mee naar de politie? Dan kan hij er niet omheen dat ik de moordenaar ben. Je bent de moordenaar niet. Benjamin, er is een man in de koning, die heeft één been.